en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de nieuwe Friends collectie testen. Makeup Revolution heeft weer een samenwerking collectie uitgebracht met Friends. Dit is volgens mij de derde collectie met Friends. De eerste twee collecties heb ik niet gereviewd. Ik had ook één keer volgens mij verteld op mijn kanaal waarom niet. En dat is omdat Friends mij niet aanspreekt. Ik heb de show nooit gekeken. Ik heb wel hier en daar een afleveringje gezien. Ik weet ook wel een beetje wie alle mensen zijn. Ik weet wie Phoebe is. Ik weet wie Joey is. Maar daar houdt mijn kennis over Friends wel een klein beetje op. Dus de show sprak mij niet aan. Dus de hele collectie sprak mij ook niet aan. Wel heb ik destijds veel berichten gekregen van jullie of ik toch de collectie wil reviewen. Maar toen was het alweer te laat en bla 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 bla. Dus toen ik deze Friends collectie deel 3 zag, dacht ik deze ga ik gelijk bestellen. En ik ga hem gewoon reviewen. Omdat ik dus gewoon weet dat jullie dat heel graag willen. Deze collectie is gewoon te koop bij een Boozy Shop. En ik heb de hele collectie gekocht. Tenminste geprobeerd te kopen. Het is niet echt een super grote collectie of zo, maar toch wel leuk. Dus ja, ondanks dat ik de eerste twee niet heb gereviewd, hoop ik dat jullie het toch wel leuk vinden dat ik deze deel 3 wel ga reviewen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Even weer met een haarband in doen. Oeh, hier is de collectie. Oké, ik ga even beginnen met te vertellen wat ik niet heb gekocht. Ze hebben ook een kwastencollectie. Die wilde ik kopen, maar was uitverkocht. Die was 20 euro voor slechts 3 kwasten. Ik vond dat best wel duur, maar goed, die was er dus niet meer. De lipscrub heb ik ook niet gekocht, omdat ik niet wist dat die er was. Daar kwam ik like gisteren achter. Ja, en de hele collectie is er al en ik ging de video vandaag filmen. Dus de lipscrub heb ik helaas ook niet, anders zou ik die wel hebben besteld. En voor de rest heb ik gewoon alles. Er waren een heleboel oogschaduwpaletjes en van alle paletjes heb ik gewoon één paletje besteld. Ik ga vandaag wel eerst beginnen met de gezichtsmake-up. In deze collectie zit niet echt iets voor gezichtsmake-up, maar ze hebben wel deze sponsorcollectie. Dit is de Friends X Revolution 2-pack Blending Sponge Duo. Dus deze ga ik gebruiken om mijn gezichtsmake-up te doen. Ik vind ze er echt heel cute uitzien. Ik hoop dat ze gewoon lekker fijn gaan zijn en lekker zacht en squishy. Dit zijn dan de twee sponsjes. Er staat op Friends X Revolution. En aan de andere kant twee afbeeldingen. Op de paarse spons zie je de Friends spiegel en op de roze een kreeft. Ze voelen op zich wel goed aan. Deze roze voelt iets zachter aan dan deze paarse. Ik ga ze even allebei nat maken. A few moments later. Nou, ik heb ze allebei nat gemaakt. Ze zijn allebei echt heel erg groot geworden. En nu voelen ze wel gewoon allebei even zacht aan. Dus volgens mij zijn ze gewoon echt identiek. Ze voelen super zacht aan. Dus dat is echt top. Ik ga denk ik deze roze gebruiken voor nu. Ik ga wel eventjes eerst snel mijn gezicht primen met deze Clarins SOS primer. En als foundation gebruik ik deze van The Ordinary in de lichtere kleuren. Kleur nummer 2.0YG. Want ik heb nu eventjes niet gebruind, dus ik ben nou lekker licht. Ik had geen tijd om te bruinen, anders had ik gewoon gebruind. En dan ga ik het gewoon hierop aanbrengen. En dan gewoon gebruiken voor mijn hele gezicht. Oeh, hij voelt echt super zacht aan. I love it. Het is een beetje rood om mijn wenkbrauwen heen, want ik heb ze net geharst. Dus ja, dan weet je dat. Als concealer gebruik ik mijn e.l.f. Camo Concealer in de kleur Medium Sand. En dan ga ik nou de andere spons gebruiken. Nou jongens, ik moet echt zeggen, ik vind ze allebei echt super fijn. Ze zijn lekker groot, de shape is fijn. Ze zijn echt super, super zacht. Daar hou ik van. Ik hou echt absoluut niet van een harde beauty spons. Dus echt helemaal top. Ze zuigen ook niet per se meer op dan een normale spons. Ze zuigen wel wat op, maar dat doet elke spons. Hij vloog gewoon uit mijn hand. Dus ja, I like it. Deze sponsjes zijn echt goedgekeurd. Een goede prijs ook voor 2 sponsjes. I like it. Voor de rest heb ik niks van deze collectie voor het gezicht. Dus ik ga even snel mijn gezichtsmake-up doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Mijn hele gezichtsmake-up is gedaan. Dus we kunnen weer verder. Ik ga nu beginnen aan de ogen. Zoals ik al zei in het begin. Er is 1 groot paletje voor de collectie. En een aantal kleinere. En die zijn allemaal gericht op een aantal personages van Friends. Ik ben gewoon gegaan voor het grote paletje. En zoals je kunt zien is hier zo de bekende. De oranje bank van Friends. Daar ben ik wel van op de hoogte. Dus dit paletje straalt echt helemaal Friends uit. En dit is dan de achterkant. En dit is dan de inhoud. Je krijgt ook weer een grote spiegel. En het zijn echt prachtige kleuren. En het zijn vooral neutrale kleuren. Vooral bruin en heel veel roze. Dus dit paletje sprak mij echt aan. Ik vind het echt een heel erg mooi paletje. De kleuren zijn echt ideaal om te gebruiken voor everyday. Je kunt hier echt heel veel looks mee maken. Je kunt niet echt heel heftig mee gaan. Maar je kunt echt heel veel neutrale looks maken met dit paletje. Dus
Dus dat is top. Ik vind het allemaal heel mooi uitzien. Veel matte kleuren, veel glanzende kleuren. Dus het ziet er gewoon allemaal echt heel erg goed uit. Ik vind deze soort paletjes van hun ook altijd heel erg fijn. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hiernaar. Ik vind het echt een leuk paletje. Ik weet niet of de kleuren echt per se iets te maken hebben met Friends. Want daarvoor heb ik niet genoeg informatie over Friends. Dus dat weet ik niet. Ik weet niet of dit echt kleuren zijn waarvan je echt denkt, ja, dit zijn echt kleuren van Friends. Dus ja, laat me weten beneden in de reacties of dat wel is of dat niet is. En in een aantal staan ook wat parapluutjes. Afdrukken van parapluutjes. Dus hiermee ga ik vandaag een look maken. Laten we inzoomen op de ogen. Oké, jongens, let's do this. Ik heb echt nog helemaal geen idee wat ik hiermee wil gaan doen eigenlijk. Ik ga denk ik beginnen met deze lichte matte bruine kleur. Die heet Dirty Day. Die breng ik aan met een hele grote fluffy kwast van Boozy Shop UP21. En dit wordt een beetje mijn transitiekleur voor in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met een matte oranje kleur Tan. Die breng ik aan met een iets kleinere fluffy kwast, Sueva kwast 228. En die kleur breng ik dan ook een beetje zo in mijn arcadeboog aan. Ik wilde gewoon per se deze oranje kleur gebruiken, omdat die mij gewoon echt gelijk aansprak. Ik hou altijd wel van een mooie felle oranje kleur in mijn arcadeboog. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur, die heet Ride Along. Die breng ik aan met een platte fluffy kwast van Zoeva, nummer 227. En die druk ik dan zo hier in de hoeken en dan ga ik zo hier in de hoeken donkerder maken. Dan pak ik deze kleur hier, die heet Yeti of Yetai. Ik weet niet hoe je die kleur uitspreekt. En die kleur ga ik gebruiken om een beetje een goede overgang te creëren van de oranje en de bruine kleur. Want ik vind nou dat die kleuren iets te veel van elkaar afwijken. Dus hiermee kan ik zo een beetje een soort van ombre effect creëren ofzo. En dan pak ik weer een beetje van die oranje kleur en dan ga ik er weer overheen. Er is hier een klein beetje fallout van die donkere bruine kleur, maar dat kun je er gewoon zo afhalen. Oké, de ooglook is echt veel heftiger geworden dan dat ik van tevoren had bedacht. Maar oké, ik ga even een halve cut crease maken. Dan wil ik ingaan met deze prachtige glanzende kleur. Ik ga niet eens proberen deze naam uit te spreken. Heeft dat iets te maken met Friends of zo? Poughkeepsie? 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 Let me know als dat iets te maken heeft met Friends of wat het überhaupt betekent. Ik maak mijn kwast ook weer nat met MAC Fix Plus Obvious om de glanzende kleur wat heftiger te maken. Oké, die kleur pakte echt letterlijk niks op met een kwast. Oh my god. Dit is zo'n beetje zo'n aparte kleur, zeg maar. Ja, met je vinger pakt hij echt heel erg veel op. Kijk dit. Dit is echt een hele korrelige kleur. Echt alles valt op mijn gezicht. Maar dat maakt even niet uit. Het is wel echt een van de heftigste kleuren in het paletje. Kijk even hoe heftig dit is. Oh my god, echt fallout overal. Deze kleur is zo heftig. Je hebt hier twee verschillende glanzende formules. Deze zijn gewoon normaal glanzend, maar deze hier is dus echt zo'n aparte soort van metallic formule. En die is dus zo heftig, maar die moet je dus echt aanbrengen met je vinger. En dan is het wel echt heel erg mooi zoals je kunt zien. I like it. Dan pak ik weer deze donkere bruine kleur, Ride Along. En dan ga ik die hier zo een beetje inblenden met die glanzende kleur. Ik ga even een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Deze is van Benefit, de Bad Girl Bang Eye Pencil in de kleur Deep Brown. En dan ga ik alle matte kleuren die ik hier heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur, die heet Ik of zoiets. En die ga ik dan aanbrengen in de binnenste ooghoek. Dit is een beetje een lichte peachy kleur. En met wat er nog op de kwast zit, breng ik het ook een heel klein beetje zo aan onder de wenkbrauwen. Maar echt maar een heel klein beetje. Alleen maar met wat nog op de kwast zit. Oké, jongens. Dit is dan de ooglook. Wat vinden we ervan? Dit ging echt heel erg goed. Deze paletjes van Revolution zijn altijd gewoon echt hele, hele goede kwaliteit. Alles blendt altijd heel erg goed. De pigmentatie is altijd heel erg goed. Dus ik ben hier altijd heel erg blij mee. Dus alles wat in zo'n soort van blik verpakking zit, is gewoon altijd super goede kwaliteit. I love it. Ik vind het echt heel erg mooi. Het is veel heftiger geworden dan dat ik in mijn hoofd had. But I like it. Oké, ik ga nou even snel mijn ogen afmaken. Mascara, nep, wimpers en zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Mijn ogen zijn helemaal afgemaakt. I love it. Ik vind het echt super mooi. De nep wimpers die ik op heb zijn van Essence. De Lash Like a Boss Lashes. En dan de stijl 01 OMG. Super mooie wimpers. Dan gaan we nou verder met iets voor de lippen. En dat is deze Lipstick for Men. Dit is gewoon een lipbalm. Er staat dus op de verpakking Lipstick for Men. Online stond het niet. Er stond gewoon Joey Lipstick. Maar er stond niet echt per se Lipstick for Men bij. Dat hadden ze er even bij moeten zetten. Want dat is dan wel leuk. Dus ja. Ja,
maar het is gewoon een lipbalm. Dus ja, er staat een lipstick for men, maar het is gewoon letterlijk een lipbalm. Dus die gaan we gewoon even opdoen. Dit is dan de verpakking. Het is best wel een mannelijke verpakking, zo met dat blauwe en zo. En dan is dit hoe de lipstick eruit ziet, zo lichtblauw. Ik vind de verpakking echt super, super mooi. Echt, I love it. Even eraf halen wat ik al op heb. Oeh, nee. Heel mijn lippen worden zo blauw-paars. Nee, wie wil dit? Je ziet ook helemaal zo dat mijn lippen helemaal droog zijn. Je ziet superveel textuur. Oh, wat is dit lelijk. Jongens, kijk even dit van close-up. Wie wil dit nou? Welke man wil dit en welke vrouw wil dit? Dit ziet er toch niet uit? Ik dacht gewoon, dit gaat gewoon transparant zijn. Maar dit kan echt niet. Oh mijn god, mijn lippen lijken dood. Het lijkt gewoon alsof ik ben doodbevroren of zo. Nee, dit is echt vreselijk. Dit ga ik er ook gewoon echt gelijk van afhalen, want dit kan echt niet. Oké. Okay. Ik ga gewoon even een nude lip combo opdoen. Ik ga mijn Sweetie Morphe lip pencil gebruiken met deze Revolution Matte Liquid Lipstick in de kleur Matte Darling 122. Oké, okay, en dan als allerlaatste hebben ze ook nog nieuwe fixing sprays. Er zijn er volgens mij 3 als ik het goed heb. En ik heb de Rachel setting spray. Ze zijn allemaal weer gematcht aan een van de personages. En ik heb Rachel Energizing Fixing Spray met hyaluronic erin en cafeïne. Het is wel echt een hele kleine fixing spray. Dit is even vergeleken met gewoon een normale fixing spray. Kijk hoe klein die is. Je krijgt 30 milliliter en in een normale fixing spray zit ongeveer 125. Oh mijn god, de spray is echt vreselijk. Super agressief. Die geur is ook echt heel heftig. Oké, nou dat was het laatste product van de collectie. Nou jongens, dit was het dan. Wat vinden we van de make-up look? Het ging op zich best wel goed. Er waren een aantal producten bij die ik niet zo goed vond. Maar het meeste vond ik wel goed. Dit paletje vind ik echt heel erg fijn. Je kunt er echt een hele mooie heftige look mee maken. Zoals je kunt zien. Of als je meer voor naturel gaat, dan kan dat ook. Ik vind de kleuren echt heel erg mooi. Je hebt echt heel veel verschillende kleuren. Je hebt bruine tinten, roze tinten. Je hebt ook hier allemaal een beetje paars en zo. Dus je kunt hier echt heel veel kanten mee op. Dus dit paletje raad ik zeker aan. De sponsor raad ik ook zeker aan. Vooral voor de lage prijs. En je krijgt er 2. Ze zijn echt lekker groot, lekker zacht. Ze brengen echt gewoon helemaal top aan. Deze lipstick, lipbalm voor men, nee. Zowel voor mannen als vrouwen zeg ik gewoon nee. Omdat hij gewoon te veel blauwige witte kleuren afgeeft of zo. Wie wil dat nou? Wie wil er nou uitzien alsof de lippen zijn bevroren? Dat wil volgens mij echt niemand. Als hij transparant was geweest, was het echt ideaal geweest. En deze fixing spray vind ik ook echt helemaal niks. Super agressief. Brengt helemaal niet fijn aan. De geur is ook echt heel erg heftig. En ik hou best wel van een lekkere parfumgeur. Maar dit was echt too much. En hoe die ook aanbracht op mijn gezicht. Er kwamen gewoon allemaal van die waterige spetters op mijn gezicht. En dat vind ik echt helemaal niks. Dus deze is voor mij echt een no-no. Deze 2 raad ik dus niet aan. En deze 2 raad ik wel aan. Dus het is vandaag letterlijk 50-50. Maar ik vond het dus al met al best wel goed gaan. De belangrijkste make-up producten waren gewoon goed. En ja, I love it. Ik ben echt zo blij met deze ooglook. Ik vind het echt fantastisch. Echt heel erg mooi. Laat me zoals altijd weten wat je hiervan vond. Wat vind je van de collectie, van de make-up look, van mij. Wat voor video's wil je nog meer zien? Laat het me allemaal weten beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik ook gewoon weer dat jullie hebben genoten van deze review. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!